Mijn moeder nam mij als kind mee naar de plaats waar zij vandaan kwam en waar onze familie nog woonde, Auschwitz of in het Pools Oświęcim. Na de dood van mijn moeder deed ik eindelijk wat ik al heel lang van plan was. Ik besloot namelijk in mijn eentje naar Polen te gaan en in ons familiehuis in het Zuid-Poolse Lagerberg te gaan zitten een paar maanden. Terwijl het huis langzaam in elkaar stortte. Ja, het was heel een soort vreemd om alleen in het familiehuis te zijn, omdat ik ken het alleen maar van heel veel familie. Maar tegelijkertijd was het ook wel bijzonder en verrassend, omdat ik daardoor door alleen te zijn met heel veel mensen kon spreken in de omgeving. En dat heel vaak ontroerende en mooie gesprekken werden die ik misschien niet had gehad als ik daar niet in mijn eentje was geweest. In het boek komen heden en verleden samen. Het is een ode aan zij die durven vertrekken en die juist blijven. Mijn Poolse huis van Doren van Duivenboden ligt vanaf 28 augustus in de boekhandel.